En het proces zit er in mijn hoofd, wat ik mee doe. Je begint eerst met een lichtpaarse kleur. Dat laat je opdrogen. En dan gaan we een acrylakken overheen. Maar nu moet je even op te gaan op de hand. Using that ball and chain, he can do it one more time. Stop wishing for. Dit is bijna goed. En dan kun je afvragen, wat is dat bijna goed? Dat is dus gewoon dat mijn geest zegt van, en nou is dit goed, weer is die mensen. Wat is succes trouwens, hè? Ik ga gewoon anders praten, om een beetje agressiever te worden. Van dat de vlakken gewoon groter zijn en weinig subtieler zoals daar. Moet hier nog even een grote leegte ingebouwd worden. Pak ik een ander punt in. Het is ook grappig hoe dat ik dus met krachttrek werk. En geel, naar regen komt zonneschijn. En is dat paars, en melancholie en verdriet. Nee, die gaat even de snel naar boven toe. Heel anders. Ja, het is goed zo. Even vrolijk en spontaan, het hoeft niet zo lang over te praten, is het de zoek snijden weg. Nou, en dan even tot besluit. Pak er nog een vette paarse kleur. Het rare is dat ik nou ineens weer met symbolen schilder. De tweede ronde, dan ga ik niet spelen. Want het werkt ook toch anders dan ik het altijd. Mensen boven zieken. Ondanks dat hele mooie vriendelijke kleuren zo'n peers een beetje versieren. Maar dat heb je nodig om elkaar te versterken, uiteraard. Het hele proces is natuurlijk daar gebaseerd. Ik ben sterker dan jij, dus jij moet iets anders vinden om te overleven. En dan ga ik dus. Dan gaan we dus met acryl proberen. Dit heb ik van tevoren goed bedacht welke dichte moet zijn. Dus echt kijken wat de idee. Dus van tevoren van het filmpje opgenomen, had ik het al gekeken van, oh ja, dit is de goede dicht, dit is de goede dicht. Dan gaan we dadelijk dus, dan gaan we half uur koud. Want het is nog een beetje ingedroogd, want het is blank en kan was. Dan kunnen we het met de acryl gaan doen. En dan laat het opdrogen. En dan echt verrassend kijken, deze dingetjes zoals zijn daar. Veel drukker. Zie je het verschil? En dan iets lichter van kleur. Dat als je dadelijk met elkaar opdrogen, in elkaar opdrogen, dat je dan zegt van, hé, hey, natuurlijk is het altijd een verrassing. Cadeautje, dan krijg je een boven. Want anders duurt het te lang met de hoogte.
Dat is dat leuke formaat. Hey, leuk. Het lijkt wel schilderijtjes van de Rorschach testen. Als je goed gekomen bent bij een psychiater, kun je gewoon een Rorschach testen. En dan zei ik dan, vroeg de psychiater wat betekent hè. Ik zei, ja, ik zie het blonde bij. De volgende keer kan je weer even een wereldplaatje. Hij zei, wat zie je nou? Ik zei, ja, weer een blonde wijf. Ze zei, ik zit alleen maar blonde wijf. Wie sprak tegen dat? Ik zei, nee, zei ik tegen de psychiater. Jij kreeg bij die plaatjes. Als je dikke actie pakt, dan krijg je een andere opdroging dan als je het dun doet. Dan doen we dat eerst een beetje dik. Kijk, je ziet nou dat die verf die er dicht op mag. De synthetische en de acryl is ook dik. En dan gaan ze vechten door elkaar wie dan eigenlijk op de basis. Daar pak ik nu even dus om een verschil te zien aan jullie. Maar nou die dunne weg. Maar dan pak ik wel een andere voorstelling. Ook daar ophouden met kletsen. Maar dan komt het dus een andere, noem het maar bewustzijnsvorming. Als ik thuis ben, dan heb ik op de achtergrond staan klassieke muziek of soefi meditatie. Vroeger had ik al staan The Doors, Jimi Hendrix, Bob Dylan, maar nou, klassiek en zenmuziek en op die Tibetaanse klankschalen. En de rest, ik hoef helemaal niks te horen, of een tempura muziek. En dan mijn vrienden die dan een goede smaak muziek hebben, dat zeggen ze althans, die ik vind het al saai, maar ik heb zoveel kicks en trills in mijn leven meegemaakt dat nou de saaiheid aan me weer en dit is ook weer een gelukje aan het worden. Zie je het? Hey, we hebben geluk. Toevallig, ondanks de filmopnames, zie ik dat ze me niet in de steek laten. Dat ik toch, dit is een echt leuke ding te hebben dat worden. Nou ja, wat is mogelijk? Als je hier 30 jaar lang zit, dan rotzooi je weer. Dan is dat niet meer beroepelijk, hè. Dan is dat iets wat je verwezenlijkt hebt in jezelf. En dat neemt niemand je meer af. Ook als we zitten, anders vinden we zijn. En zo kun je alles wegstrepen wat op een gegeven moment je niet aanstaat. Een hele mooie palet, heel mooie melancholische kleuren, echt pastel allemaal. Die is dan niet zo wild. Die is dan meer rustiger, maar toch zit nog genoeg beweging in. Je zou vroeger mee gezeten hebben. Dat wil zeggen, dit kwam dan in mijn geest door dat het voor een opname was of zo. Maar nou heb ik op een positieve manier helemaal scherp. Niet aan jullie persoonlijk, beste mensen, maar gewoon ik ten opzichte van het object. Zijn goed geworden! Zie je het zelf ook? Dit wordt een leuke. Die gaat daar van bij met elkaar. Boe, 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 boe. En als het nou verkeerd is, dan doe ik het morgen een keertje bij. Ja, de stelling van vandaag is toch dat ik dus minder chaotisch ben dan ik denk, want ik heb een drie. Goed, strak. Ja, ik vind het goed, zeg. Dit. Dit is echt goed.
Daar komt de Twan Pankraan. Dit is een echt poesje. Kijk eens hoe die dan opkomt, dat het begin gaat bijten. Dat er een soort afbijtmiddel in zit, dat gaat het tegen elkaar werken. Het heeft zo lang geduurd voor mij voordat ik in de gaten had dat de acryl met synthetische wel kon. Alleen ik moet leren welke acryl het is en welke synthetische. En die gaan we elkaar, kijk maar. Dit is een leuk ding. Die hangt de deur van die zo bij te hangen hoor. Dan laten we het lekker werken. Vroeger op die lange schragen in Brakki had ik ook prachtige villa's en keihard. Dan kon je helemaal losgaan in je hoofd, maar op een gegeven moment houdt de inspiratie of de concentratie bij de verschillende vormen van het neerzetten aan op. Dat is 1. Dat is 2. Dat is 3. Kun je dat zeggen? Dat is 4. Ja, ik zal het doen. Kun je dat vertellen? Ja. Kijk, ik wil deze ook geslaagd hebben. Dat moet kunnen. Ja, het nodige is dus... Het nodige is dus, in de verschillende systemen op de aarde, kun je zien dat ze de Noord-Amerikaanse Indianen hadden ook kleuren aangevonden. Ja, dus het nodige hadden dat. Dat weet ik niet meer precies. Voor een normale mens is 1, 2, 3, 4 tellen heel makkelijk. Ja, ja. Maar de vier kleuren, ja. Dat is dus rood, blauw, geel, ja. En wit. En niet zwart. Ja. Is dat de groen voor wit. Dus dit is ongeveer hetzelfde. Maar dan laten we zeggen op de andere kant van deze planeet. Is groen wit. Het zijn karaktertrekken, hè? Het zijn karakters die confronteren met de noord, zuid en de kleuren daarvan. Dus de een is groei, de ander is de stabilisatie van de groei, de ander is de exploitatie van de groei en de ander is het verval. Ja, ik moet bij gaan voor schuldig haast, maar ik vind ze nou niet goed. Het is zo. Nou ben ik echt content, Joost. Als je dit echt goed, dit is klaar afgelopen. Je kunt maar een uur doorvullen, maar dit is voor mij is goed. Kijk er maar een keertje, echt waar. Nou. Ja, ik ben klaar. Ik ben veel aan het maken, ik ben klaar.